Vlog, 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 vlog! Het is vakantie, dus tijd om weer wat te gaan ondernemen. We zijn aangekomen in Medemblik. Met mijn lieve moedertje. Want we gaan naar het bakkerijmuseum. Die staat op de stoep. Zijn we? Die staat ook helemaal op de stoep. Oh. Het bakkerijmuseum. En zo eerst even een kopje koffie drinken met een gevulde koek. Dat snap je wel, hè? Kijk, oh, wat een ingang is, hè? Oh, het ruikt hier zo lekker. Ja, je moet de lucht erbij kunnen. Oh. Willen jullie je jas kwijt of niet? Wil je je jas uit of niet? Nee. Van harte welkom in het lekkerste museum van mij. Dankjewel, hoor. Van binnen en donker onder in de rijke historie van wat de bakker allemaal volgens mij. We zien daar twee koekenbakkers aan het werk. En deze aan het opspuiten. Oh, en het ruikt zo lekker. Nog een klein beetje. Die kinderen die hebben echt heel veel leuke vragen en opmerkingen. Ik wil zo'n meneer. Ik vind het beter. Meneer, wat is dit eigenlijk? Dat is nootjes. Ja, dat zijn nootjes. Dat is gevulde koeken. Amandeltjes. Ja. Hier zie je een soort vormen. Dit is een soort gevulde koeken. Ja. En dat is speculatie. Dat is energie. Ja. En de film is gewoon normaal goed gedrukt. Ik denk dat ze hier... Hè? Ja. Dat het is voor... Ja. Zo worden ze dan. Hier worden lollies gemaakt. Zo! Nou, diegenen die net nieuw komen, kunnen diegenen die hier net al waren vertellen wat hier allemaal in zit? Weet jullie het nog? Ja. Wat zit erin? Aardbeismaak. Blauwe kleurstof. Kijk, zo hard. Ik zie naast mij. Nog allemaal speculaasplanken, maar we gaan nu naar boven. We zijn op de afdeling. Ja, is geweest, maar toen was het allemaal niet zo. Hè? De taartjes en zo. Daar zijn ze met marsepein zijn ze aan het knutselen. Ja, alleen kinderen mogen dat soort dingen doen. Ja. Jammer nou, hè? Ja, ze mogen helemaal niks leuks doen. Je moet al door je knieën zakken, schat. Ja. Waar je mede met marsepein. Ja, ik denk dat ze het even goed aan mijn baard wel kunnen zien dat ik toch niet echt. Allemaal vormpjes. Hier is hier allemaal kunstwerk gemaakt van suikerwerk. Hoe leuk is dat? Hier kijken dit allemaal verfijnd. Ja. De pan. Hier worden truffels gemaakt. Dat moet ik weer vissen. Oh, lekker. Hattie, lekker. Ja? Paaseieren, chocolade-eieren, chocoladeletters, sigaren. Dat mag nou niet meer. Chocolade sigaretten. Ja, dat was toen nog zo. Kan nou niet meer. Nou, dat is heel erg leuk en lekker. En het is nu lunchtijd. We gaan hier lunchen met Frederik. Ik weet niet waarom, maar we gaan het gewoon doen. Oh, zijn poffertjes. Nou. Zo, dat was lekker, lekker, lekker geluncht. Met een broodje carpaccio. Wat zegt u? Wat had jij? Wat ik had? Broodje Benam. Benam en hummus. 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 Dat was erg lekker. Top. Nou, nu gaan we naar kasteel? Ja. Nu gaan we naar kasteel. Ja. Oh, naar Radboud? Ja. Waar wij toch allemaal komen, hè? Ja. Wij komen nu aan bij kasteel Radboud. Wat? Radboud. Ik denk, Radboud. Het is natuurlijk rattenstront. Nou, mooi zo, dat is helemaal dat mooi. Dat heb je wel. Dus je moet de maaien. Je kan, je kan zien waar de muren hebben gestaan, denk ik. Zou dit de muren zijn geweest? Schuin. Torens. Nou, leuk. Mooi hoor. Ook weer met een museumjaarkaart. We zijn dol op gratis uitjes. Ja, mooi. Hè? Nou, het is een mooi kasteel. Ik ben hier nooit geweest. We zijn er wel eens langs gelopen. Maar we zijn hier nog nooit geweest. Zuid, oost. West en noord. En het ligt vooral binnen. Oh, zal ik even hierin gaan staan? Ja, doe maar. Lijkt me een leuk plan. Ja, maar ja, hoofd weer los, hè? Nou, ik kan niets beloven.
En je handen moeten er ook doorheen, hè? Anders kun je zelf, kun je zelf weer bevrijden. Dat is niet de bedoeling. Je hoofd moet verder naar voren, want anders is het lastig. Oh. Ja, nou doei. Kijk maar even naar ons. Kijk dan. Kom maar op mijn benen. We hebben een audio tour. Dat is heel hoog. Heel mooi. Dit is de ridderzaal. Die is echt enorm. Oude vloer. Met stapstoelopende planken. Hoor ik net. Ik ben live aan het luisteren. En hier een maquette van hoe het er ooit uitzag, op de muur eromheen. Zorg is tevreden. We moeten nu omhoog. Heel smal, een hele hoge treden. Dus het is wel een spannend gebeuren dit. We zijn hoog in een toren. Dit is de voorraadzolder van het kasteel. Boven de gravenzaal waar we net waren. Het is wel echt een grote ruimte. Als je hier in zo'n schilderij staat, dat is helemaal rond, dan hoort het verhaal er dan bij. Leuk! Hier kunnen we luisteren naar allerlei oude verhalen. Ik ben nu aan het luisteren naar een verhaal over de Zuiderzeemeermin. Dat gaat over de zeeridder. Daar over de mussenhappert. Het is wel een beetje veel allemaal. Ik ga ze niet allemaal luisteren. Dit is het belletje. Ja, ik heb duidelijk gewonnen. Het was makkie. Dit is de gevangenis. Ik ga even luisteren wat het betekent. Oorspronkelijk had het kasteel een gevangenistoren. De gevangenissen waar je nu bent is uit een latere eeuw. Je ziet hier twee... Maar waar we vroeger zijn we ook was, aan nou de boerenhoeven. Ja, die hoeven. Die zou hier voor moeten zijn, toch? Nee, niet dit is volgens mij de zijde. Welke stuk? Hiervoor nog. Nee, ik denk of die kant op of die kant op. Of de achterkant. Dat zou nog kunnen. Oh, sorry. Goed, het was een leuk kasteel om te bezoeken. Je bent er niet heel erg lang zoet mee, maar nou, het is wel leuk. Ja, en we waren al heel vaak langsgelopen. Ja, we waren al eens langsgelopen en nog nooit naar binnen geweest, dus het is een leuk kasteel. En nu wel. Dus, nou leuk. Ik zal de foto sturen. Nou. Heel veel plezier, hè. Lekker veel. Ja, het was helemaal zit, leuk. Fijn mam af bij de boodschappen. Was. De dag zit erop. Het was een leuke dag. Bye bye. Dag, dag. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog en abonneer je even. En zo sorry, nee. Sorry. Dan wil ik het helemaal niet weten. Piep, piep, piep. Gouwe auto. Ja. Dus tot de volgende vlog. Dag hoor.